Ja, we zijn hier bij elkaar gekomen omdat Lonneke Marschrijns haar 200 euro terug wilde. Ik maak bezwaar. Stilte! Vandaag zorg ik ervoor dat iedereen zijn afspraken nakomt, want ik ben advocaat. Ik loop nu naar het kantoor van Strouw Advocatenbureau. Hallo. Hi, ik ben Lonneke. Goedemorgen. Hi. Jij hebt volgens mij iets voor mij. Ja, ik moest namelijk 200 euro meenemen van mijn eigen geld en aan jou geven. Ja, dit leen ik van jou. Ja. En jij gaat straks een contract opstellen. En dat contract moet helemaal waterdicht zijn, want anders ga ik met jou 200 euro gaan doen. Anders krijg ik het niet terug. Nee. Wat is nou de eerste stap om mijn geld terug te krijgen? Ik denk dat je het beste dan kan beginnen de partijen te identificeren. Dus het is ook wel handig om te weten waar ik woon. Als ik het geld bijvoorbeeld niet teruggeef... Dan kan ik je huis leeghalen. Dan kan je mijn huis leeghalen, precies. Wat vind je nou het leukste aan advocaat zijn? Ik denk dat het leukste is dat iedere zaak of ieder contract of ieder dingetje wat je doet, dat is toch wel iets aparts en daar moet je ook wel heel creatief voor zijn. Ik ben even mijn contract aan het opstellen, want ik wil mijn geld terug. Als ik jou was, en in jouw voordeel, zou ik altijd zeggen van mevrouw Marschrijns was hiertoe alleen bereid onder de voorwaarden zoals in dit contract uiteengezet. Ik vind eigenlijk wel dat ik een goed contract heb geschreven. Nu maar kijken of je je geld terugkrijgt. Zullen we anders even naar het Amsterdamse gerechtshof? Dan kan je kijken of je contract stand houdt. Hey, hij staat gewoon aan. Ja, we zijn hier bij elkaar gekomen omdat Lonneke Marschrijns haar 200 euro terug wilde. Ik maak bezwaar. Wat ik bijvoorbeeld zou kunnen opvoeren is dat het helemaal geen geldlening is, maar dat je het geld gewoon aan mij hebt gegeven. Mijn cliënt heeft het niet zomaar gegeven, want dat staat in het contract dat ik heb gemaakt. Sterk punt. En bovendien hebben jullie elkaar pas vanochtend ontmoet, dus zou het vreemd zijn als mijn cliënt u zomaar 200 euro gaf. Nou, wat vindt de rechter ervan? Het contract laat zien dat het ging om een lening. En de heer Wolfs heeft onvoldoende aangetoond dat hij het geld zou hebben gekregen. Dus mijn vonnis luidt dat mevrouw Marschrijns haar 200 euro terugkrijgt. Daar moet je het mee doen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, jij krijgt je 200 euro terug. Dus ik had rente kunnen vragen. Ja. Ja, je hebt dus echt supergoed gedaan. Ja, ik moet zeggen dat het ook best wel lastig is. Je moet ook wel natuurlijk een paar aantal dingen kunnen als advocaat. Overtuigingskracht hebben. Vlekkeloos Nederlands praten. Heel goed analytisch vermogen moet je hebben. En niet vergeten, als je advocaat wil worden, moet je ook een advocatenopleiding nog doen. Maar ik heb mijn geld. Ik ga lekker uit eten.